Deze nieuwsuitzending is heel actueel. Het is nu in december, het is 18 december, dacht ik. Ja. Het is een woensdag. En er is een boerenprotest hier in Arnhem. Ja, herrie man. Tut. En ik keek net uit het raam en een hele, bij mij in de straat. Een hele rij met van die tractoren. Ja, het is toch wat. Het is toch wat dat Nederland haar boeren dermate treitert dat die mensen de steden intrekken met tractoren. Waar zijn wij in God zijn naam mee bezig? Ik heb gehoord dat die boeren van plan zijn om de snelwegen en alles dermate te gaan blokkeren dat wij met kerst zitten te staren naar lege schappen in de supermarkten. En ik hoop dat het die boeren lukt om dat voor elkaar te krijgen. Al was het alleen maar dat ze op die manier aan zichzelf kunnen bewijzen dat ze geen watjes zijn. Maar die mensen zoals Jan Terlouw en Jesse Klaver en Paul Blokhuis en hoe heet dat tuig allemaal? Die ons land verraden aan de Europese Unie. En de Europese Unie die van de paus is. En iedereen weet dat, maar niemand zegt dat. Het is erg. Ik zou het niet weten hoe ik mijn ergernis over het gedrag van de gemiddelde politicus moet beschrijven. Wat een minkukkels zijn dat. En de boeren zijn de bok en ja, wij denken dan, oh, dat maakt toch niet uit hoor, want die boeren die produceren allemaal CO2 en NO2. En mensen vergeten dan dat boeren maar één ding produceren en dat is voedsel. De straf voor Nederland zou moeten zijn dat er hier in Nederland een hongersnood komt. En dat al die mensen die allemaal zo blij gestemd hebben op Jesse Klaver, dat die tegen hun kinderen moeten zeggen, nee, je hebt vandaag geen eten, want mama kon het niet kopen in de supermarkt, want de schappen waren leeg. Ja, maar mama, dat was toch alleen met kerst? Ja, dat dachten we eerst ook. Maar na de kerst is het niet verbeterd. En de schappen zijn nog steeds leeg. Dat we hier in Nederland maar gaan verhongeren, dat lijkt mij het beste. Dan komen wij er tenminste op die manier achter dat je niet zo onverstandig moet zijn om je boerensector als land te gaan lopen treiteren. Als de boerensector straks kapot is, wat is er nog van ons over? Waar denk je dat het geëten dan vandaan komt? Uit fabrieken? Gemaakt door robots? Kijk, het hele verhaal achter dat treiteren der boeren is dat ze die bevolkingsgroep de zin tot het ondernemingschap gaan benemen dermate dat die mensen hun land gaan verkopen. Dat land gaat opgekocht worden door ja, duistere multinational-achtige organisaties. Dat komt allemaal in handen van het groot kapitaal, van het groot Vaticaan.
En het voedsel wat wij nog krijgen, dat wordt dan door hele grote multinational companies, volgens multinational regels, wordt dat verbouwd. En dat mogen we dan nog kopen in de supermarkt. Maar niet meer dat voedsel wat door privépersonen, door mensen zoals jij en ik, wordt verbouwd. Dat is de agenda. En al die stomme burgers die dan vanwege de NO2 en de CO2 de boerensector kapot willen. Daar komt het door. En helaas is het zo dat er in die groep die het Nederland zo graag kapot willen, omdat ze helemaal niet begrijpen dat boeren de enige partij zijn die voedsel produceren. En onder die groep, dus het merendeel is vrouw. Ik ben blij dat ik geen vrouw ben. Dan hoef ik me in elk geval niet plaatsvervangend te schamen. Een schande over die vrouwen. Ik ken ze hoor, op Facebook. Elke dag. Elke dag zeiken over de boeren op een directe of indirecte manier. Nou, ik hoop dat het met de kerst, dat er helemaal niks is. Niks in de supermarkt. En ik hoop ook dat die boeren hongersnood in Nederland. Dat ook de mensen die bij de voedselbank zitten, dat zeggen, te horen krijgen van ja, maar er is geen voedsel meer. Ja, maar ik zit bij de voedselbank en ik dacht dat ik bij de voedselbank. En dan zeggen, ja, dat is helemaal best, maar de boeren, hè? We hebben de boeren het boeren onmogelijk gemaakt. Ja, dan is er nou geen brood meer. Doei. Oh, we hebben nog wel bakstenen. Wil je vanavond een gebakken baksteen? Mag je een baksteen meenemen? Eet je die maar lekker op. We hebben ook nog hard zand. En regenwater. Kennelijk moet een Nederlander helemaal overnieuw gaan leren hoe zijn lichaam in elkaar zit en dat wij geen zand kunnen eten en ook niet van stenen kunnen overleven. Maar dat wij spul nodig hebben en dat komt niet uit de fabriek of uit een pinautomaat, maar dat komt van het boerenbedrijf. Dat is onze voedselvoorziening. En het boerenbedrijf, dat is ofwel de middenstand zoals we dat nu kennen, familiebedrijven, of het worden multinationals. Of er is helemaal niks met eten. En wij Nederlanders, wij zeggen van, oh Perry, nou is het heel ingewikkeld hoor wat je nou zegt. Kan je het nog een keer zeggen? Dat ene woord, multimal, wat is een moeilijk woord, multinatch. Wat zei je ook eigenlijk weer? Ja, dat is het denkniveau van een gemiddelde Nederlander. Wij verdienen echt niet beter. Deze kerst, ik wil helemaal niks zien. Ik wil dat Albert Heijn zegt, nee, we zijn gewoon dicht. Bij mijn Albert Heijn zag ik dat ze de tweede kerstdag open zijn. Ik denk, waarom? De Albert Heijn zou moeten zeggen, nou, wij zijn uit solidariteit met de boeren, zijn wij de hele kerst dicht. En tussen kerst en nieuw zijn we dicht. Misschien dat we ergens halverwege januari weer een keer open gaan, als de Nederlander dan misschien eindelijk geleerd heeft dat hij afhankelijk is van voedsel. En als hij geen voedsel heeft, dat hij een heel vervelend emotie-ding krijgt. En dat heet honger. Want Albert Heijn zegt, we gaan pas weer open in Arnhem als er in Arnhem cannibalisme optreedt. En tot die tijd mooi niet. Dan leert de Arnhemmer tenminste voor zijn voedsel om al die ganzen die hier maar een beetje rond te lopen. Kwaak, 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 kwaak. Ja, ga die ganzen maar vangen. Ga maar ganzensoep maken. Ik vind het heel erg. Ik vind het erg voor die boeren die niks fout doen. En de Zwarte Piet toegeschoven krijgen. Maar ik vind het ook heel erg voor ons dat wij, de Nederlander, zo ongelooflijk dom zijn. En dat wij onze vrouwen niet in bedwang houden. De gemiddelde vrouw die weet,
vogelbescherming. Je had zo'n artikel dat de boer, die was er verantwoordelijk voor dat de pootjes van koolmezen, dat die breken. En die vrouw, dan zie je wel weer die boeren, hè? Weer die boeren. Het hele artikel, dat stond op de website van vogelbescherming.nl. Dat sloeg helemaal nergens op. De scheikunde klopte niet. Het kwam hierop neer dat ammoniak. Ammoniak, dat is een. Dat wordt geëmitteerd door de intensieve veehouderij. Dus de kippenboeren, alle varkensboeren. Er komt van de pis en de poep van die beesten. En dan krijg je ammoniak van. Dat is een gas. En vogelbescherming had dan verzonnen dat ammoniak, dat leidt tot bodemverzuring. En door de bodemverzuring gaat kalk, en dat is een basisstofje, gaat de kalk oplossen en daardoor spoelt de kalk uit. Dat had vogelbescherming even verzonnen. En daarom hadden die koolmeesjes allemaal gebroken pootjes. Kijk, bij vogelbescherming zijn ze net te gek. En heel treffend, ik kreeg dus ook van vogelbescherming van een vrouw dan weer antwoord. Nee, wij gaan niet rectificeren. Ze hebben wel het artikel van het web gehaald, dus we zullen wel moeten. Maar niet een excuusbrief, hè? Niet eventjes op een pagina zetten van wij hebben een leugen verspreid, waarbij de boeren weer eens werden weggezet als een stelletje wanpresteerders. Ben jij hem af? Nee, die vrouwen, Sabrina heette ze. Dat is geen transgender. Ja, het kan ook een transgender zijn natuurlijk. Tegenwoordig weet je dat niet meer. Ja, dat is toch te gek voor woorden. Ja, maak het dan nou uit. Kijk, ammoniak in de lucht. Ja, nou en? Als je er vlakbij woont, bij zo'n varkensstal of kippenstal, ja, dat kan behoorlijk meuren. Maar op een kilometer afstand ruik je helemaal niks meer. En de stikstof, net als de koolstof, die atomen, ja, die circuleren. Dat is nu een keer zo. En stikstof is net als koolstof, is dat noodzakelijk voor het leven? Wat zeur je nou? En als je het dan hebt over verzuring, het is wel leuk dat vogelbescherming erover begint. Maar verzuring, dat kan alleen maar ontstaan door stikstofoxide. Maar stikstofoxide wordt niet geproduceerd door een boer. Stikstofoxide wordt geproduceerd in verbrandingsmotoren. Nou, je gaat mij niet vertellen dat die tractoren van die boeren, dat de meeste qua verbrandingsmotoren, de verbrandingsmotoren van Nederland zijn. Dan ben je mooi even de vliegtuigen en al die leaseauto's vergeten. En al die Tesla-karretjes van al die fijne Tesla-rijders, die voeden zich met elektra. En hoe wordt die elektra opgewekt? Ja, met verbrandingsmotoren natuurlijk. Die hele grote dynamo's aandrijven. En die zijn allemaal eigendom van de Nuon of de Vattenfall, of hoe wil je dat noemen. Maar 70% van de elektra in Nederland wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. En dat werkt met dynamo's. En die dynamo's worden in de ronde gedraaid door een verbrandingsmotor. En daar komt stikstofoxide uit. Dus al die Tesla-rijders, pak die dan een keertje aan. Nee, maar Tesla is goed voor het milieu. Ik haat die mensen. Ze hebben wel een hoofd. Maar iemand is daar vergeten om de hersens in te stoppen. Als we de boeren maar de schuld kunnen geven van de milieuvervuiling. Als we onze eigen voedselvoorziening maar kunnen frustreren. Dan zijn we allemaal blij. En dan zijn al die dames van, nou, dan kan ik eindelijk een dagje, hebben we wat bereikt hoor. De hele boerensector die gaat naar de ratsmedee. Oh, mama is nu echt blij. Nee, is heel erg. En het is al zo lang gaande. En het slaat helemaal nergens op. Ja, nee, het slaat wel ergens op. De boerensector kapot maken. Daar zijn ze mee bezig. En dat is heel erg voor Nederland. Dat is verschrikkelijk.
Dat wordt Nederland niet beter op, niet rijker van, helemaal niks niet. Tja. Maar goed, iedereen die... Er was al zo'n politicus die al die te brullen van... Ja, er moet ingegrepen worden en wat die boeren doen, nou dat kan niet. Die mensen zoals die, weet je, die dinges... Lubach op zondag. Een landverrader is dat. Lubach op zondag, die zat te lachen bij het bericht dat er in de Noordzee geen windmolens mogen worden geplaatst, omdat anders de Hoge Veluwe gaat verzuren van de stikstofdioxide. En dan moet Arjan Lubach, die moet lachen. Het maakt Arjan Lubach namelijk niet uit hoe Nederland kapot wordt gemaakt, als Nederland maar kapot wordt gemaakt. Heel, heel erg. Maar fijn, wel fijn en mooi dat die boeren gaan protesteren. En het kan mij niet extreem genoeg gaan. Wat mijn part ontvoeren ze politiek Den Haag. En brengen ze die mensen onder in schuilkelders ergens in de Achterhoek. En ze worden pas weer vrijgelaten als ze plechtig beloven dat ze nooit de boeren meer zullen pesten. Ja, wie niet luisteren wil, die moet het maar voelen hoor. Toch? Dit gaat over leven en dood, hè? En ik vraag me af waar de grens ligt voor wat er toegestaan is aan ons om te mogen doen tegen het feit dat ons voortbestaan wordt bedreigd door een stelletje volksidioten. Of volidioten, moet ik zeggen. Als Jesse Klaver en... ja, ik ben niet meer zo thuis. Paul Blokhuis hoort er ook bij. Andere idioten van de VVD. De VVD die heeft een plan ingediend dat ze 50% van Nederland willen gaan bedekken met zonnecellen. 50%. Die mensen die zijn gek. En waarom willen ze dat? Nou, om de koolstofdioxideconcentratie terug te brengen. Gisteravond was mijn dochter hier en die heb ik haar laten zien. Een publicatie van de NASA, van nasa.gov, de officiële website van de NASA. En daar stond een artikel dat er is vastgesteld dat de afgelopen jaren de aarde aanzienlijk groener is geworden. En de NASA zegt dat dat komt door de gestegen concentratie koolstofdioxide. Maar partijen zoals GroenLinks, die houden niet van een aarde die alsmaar groener wordt. Ja, maar Piri, dat is dus heel tegenstrijdig wat GroenLinks wil. Ja. Ga maar even erbij hoor, GroenLinks. Wiki. En dan de mensen. Ik heb er nou 1, 2, 3, 4, okay, 10 in beeld. 1 vrouw, 2 vrouw, 3 vrouw, 4 vrouw, 5 vrouwen zie ik hier. Ja. 6. Oh, dat is 7. Nou, dat is mooi 50-50. 8, 9, 10, 11. 12, 13, wacht even, dan komen ze in de meerderheid. Ja, dan zie ik het partijbestuur, dat is dan Katinka, Gepke, Eva, Melody en Linda. Er zitten maar 2 mannen in, Jaap en Jeroen.
Deze mensen vinden het dus heel erg onaangenaam dat de NASA komt met zo'n bericht dat de aarde groener geworden is. Door de gestegen CO2-concentratie. Deze mensen vinden dat dat niet kan. De aarde moet kaal, woest en ledig zijn. Want zo stond het in Genesis 1. Deze mensen zijn knettergek. En de temperatuur, want dan zeggen ze dan, ja, maar de temperatuur stijgt. Ja, de temperatuur stijgt, dat klopt. En die stijgt dan met 0,02 graden Celsius per jaar. Dus de afgelopen tijd is de temperatuur met 2 graden gestegen, de afgelopen eeuw. Nou en, heb jij er last van? Ik niet. De laatste 20 jaar is de temperatuur in Nederland althans met geen sikkepit gestegen. Dus hoezo kan je nou volhouden dat het komt door de koolstofdioxideconcentratie dat de temperatuur gestegen is als de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer de afgelopen 20 jaar lekker doorgestegen is, maar de temperatuur niet? Ja, maar waar zit het verstand? Als jij iets bestempelt als zijnde de oorzaak van iets anders. En dan die oorzaak van iets anders, die gaat enorm toenemen. Maar het ding wat daardoor veroorzaakt wordt, schijnbaar, dat verandert helemaal niet. Hoe kan je dan zeggen dat de temperatuur stijgt als de CO2 stijgt? Terwijl de laatste 20 jaar de CO2 is gestegen en de temperatuur niet. En dan niet de laatste 20 seconden, nee, de laatste 20 jaar. Oh. Levensgevaarlijke mensen zijn dit. Katelijne Buitenweg en Jesse Klaver en Tom van der Lee en Corine Ellemeet en Bart Snels en Bram van Ooyk en Suzanne Kreuger en Nevin Özdutok en Paul Smulders en Lisa Westerveld en Laura Bromet en Wim-Jan Renkema en Niels van den Bergen en Isabelle Dix. En dan Paul Rozemuller. Oh, Paul Rozemuller. Dat is een grote fan van Mao Zedong. Mao Zedong heeft in de jaren, begin jaren 60 van de vorige eeuw 60 miljoen van zijn eigen landgenoten laten vermoorden. Paul Rozemuller heeft hem heel hoog zitten, hoor. Die Chinese moordenaar. Farah Karimi, Margreet de Boer, Kees Vendrik, Ruwaard Ganzenvoort, Saskia Kluit, Roel van Gurp en Gala Veldhoen. Arresteren, financieel uitkleden, allemaal een bijstandsuitkering geven. En we willen ze nooit meer zien. Landverraders zijn het. En dan zitten ze ook nog in Europa. Met z'n 3 parlementszetels. 2 vrouwen, 1 man. En krijgt een geld, jongen, dit tuig. Verschrikkelijk. Ze willen ons kapot. Ja, ze zeggen dat ze voor het milieu zijn, dat zeggen ze allemaal wel, maar ze kunnen niet nadenken. Kijk, de relatie tussen koolstofdioxide en een hogere temperatuur in de atmosfeer is nog nooit vastgesteld. Dat zijn alleen maar verhalen. Kijk, het is bekend dat CO2... anders dan stikstof en zuurstof, dat CO2 infrarode straling absorbeert. Dat is zo. En is het zo dat CO2 niet alle infrarode straling absorbeert, maar een bepaald percentage daarvan. Niet eens veel. Misschien 2, 3, 4, 5 procent, maar niet 50 procent. En daarbovenop
De concentratie CO2 in de atmosfeer is 1 deel CO2 op 250 delen stikstof en zuurstof. 2500. Ik zeg het fout. Dus er komt door een hoeveelheid van 2500 luchtdeeltjes komt er infrarode straling. Nou, 2499 van die deeltjes, die denken, oh ja, dat zegt me helemaal niks. Want stikstof en zuurstof die absorberen geen infrarode straling. Huh? Maar één deeltje wel. En die absorbeert daar een percentage van. Dus dat deeltje gaat, wordt dan, noem het maar, aangeslagen worden. Dat gaat een beetje trillen. En trillen, dat staat gelijk aan beweging dus. En dat staat gelijk aan warmte. Dus het ene deeltje warmt op. Ja, maar die 2500 andere deeltjes niet. En hoeveel warmer worden dan de totale hoeveelheid deeltjes? Van dat feit dat er één deeltje een deel van het infrarode spectrum heeft geabsorbeerd. Ja, dat is niet gemeten. Er wordt alleen maar over gefantaseerd. Ja, maar Perry, duizenden wetenschappers die je bobbelen. Houd toch op met je duizenden wetenschappers. Het experiment is niet gedaan. Het enige wat jij kan zeggen, ja, maar ik vertrouw het IPCC en de Verenigde Naties. En die vertrouw ik zo ontzettend dat ik vind het niet nodig dat het ook dan onderzocht moet worden. Nou, dan ben je dom. Punt. Dus zelfs een oude Romeinse keizer heeft gezegd, vertrouwen is goed en controleren is beter. Wij weten dat als we een vat vullen met zo goed als 100% CO2 en je zet er een lamp op, en je hebt een ander vat en daar doe je gewoon atmosferische lucht in, dan zet je diezelfde lamp op, dan wordt dat vat met die CO2, dat wordt wel warmer. Ja, dat weten wij. Maar dat betekent niet dat dan de atmosfeer die wij hebben met een concentratie CO2 van 1 deeltje CO2 of 2,5 deeltjes lucht, dat die dan aanmerkelijk warmer wordt. Meetbaar warmer wordt daardoor. Echt niet. Ik ga dat experiment mogelijk, hopelijk, uitvoeren. In 2020. Ik ben dan wel de eerste ter wereld. En jullie mogen mij steunen. Als ik jullie was, zou ik het ook echt doen. Ik zou minimaal een like geven op het CO2-experiment. En ik zou, er zijn linkjes onder, een van die linkjes die brengt je dus naar de PDF, die kan je downloaden. Ik zou die PDF lezen. En voorzien van commentaar. En contact opnemen met mij. Het gaat om het voortbestaan van Nederland. En partijen zoals GroenLinks en D66 en de PvdA, die maken ons kapot. Die mensen die kosten nog godsvermogen. Zo'n Jesse Klaver die gaat naar huis met inclusief alle vergoedingen en toestanden. En dat hij ook nog een secretaresse moet en een subsecretaresse en een assistent. Zo'n joker die kost ons een half miljoen per jaar. Je kan Jesse Klaver net zo goed naar huis sturen. En die hele partij GroenLinks verbieden. Moet je kijken wat het scheelt. Landsverraders zijn het. Ik heb gesproken. En ik hoop dat die boeren, ik wens echt ontzettend veel succes, en dat ze zich niet laten kisten en legt een heleboel in hemelsnaam plat. Laat de Nederlander maar eens ervaren wat het is om honger te hebben. Misschien dat ze dan tot inzicht komen. Ik weet het niet.
Ik weet wel dat een Nederlander gaan uitleggen dat hij niet kan nadenken en dat hij terecht moet leren nadenken. Ik denk niet dat dat helpt. Ik heb een artikel geschreven waarin duidelijk is dat er geen enkele relatie te vinden is in de empirie tussen de koolstofdioxideconcentratie en de mondiale temperatuur van de atmosfeer. En een reactie van jeugdige mensen was: van ja, dat kan wel zo zijn, maar hoe zit het dan met methaan? Word er knettergek van. En waterdamp dan? Dat maakt het nou uit. Er is geen relatie tussen koolstofdioxide en de temperatuur van de atmosfeer. En als dat niet zo is, dan kan je die hele handel, want het gaat om geld, die hele handel in koolstofdioxide certificaten, die kan je verbieden, die is nutteloos. En die CO2 certificatenhandel, wat denk je dat dat de gemiddelde Nederlander per jaar kost? Het is een manier om ons geld uit de zak te troggelen. Nou, en iemand die geen geld heeft, nou, die kan toch ook geen eten kopen? Nou, mooi zo. Die boeren die leveren helemaal niks meer. Al dat geld in Nederland is toch fop geld. Ja. En even terugkomen op de... Is methaan een broeikasgas? Is waterdamp een broeikasgas? Nou, de vraag is, wat doet het ertoe? Wij hebben de emissie van methaan niet in de hand. Daar kunnen we niks aan doen. En als je wat wilt doen aan hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer, dan zou ik de grootste boosdoener van waterdamp in de atmosfeer aanpakken. En dat zijn de oceanen. Dus dan moet je alle oceanen leegpompen. Maar waar laat je dat water dan? Dat is dus de stupiditeit van onze eigen jeugd. Oh ja, Perry heeft aangetoond dat er geen relatie is tussen CO2. Of nou, dat er hier, dat in de empirie, dus in de gegevens van Rijkswaterstaat en KNMI, kan je dus niet zien dat er een relatie is tussen CO2-concentratie en de mondiale temperatuur en de zeespiegel en zo. Ja, ja. Nou, maar hoe zit het dan met methaan en waterdamp? Ja, dat is het denkvermogen van onze jeugd. Onze jeugd denkt waarschijnlijk van, nou, als wij net zo stom zijn als onze ouders, dan is dat goed genoeg. Ja, goed. Nou, ik ben 60, dus... Ik zie het allemaal lekker van een afstandje aan, hoor. Denk, oké, was ik er weer? If you wanna be dumb, you gotta be tough. Het is, domme mensen krijgen het niet makkelijk. Wie niet leren wil, wie niet horen wil, die moet het maar voelen. En die jeugd, die zullen het zelf gaan ontdekken. Die gaan allemaal akkoord met CO2-belastingen en handel in CO2-certificaten. En die gaan wel merken dat ze... iedereen komt er uiteindelijk achter dat hij zoveel uren in de week moet werken. Want wij worden voor 70% of zo van onze toegevoegde waarde, die wordt afgeroomd door idioten zoals Jesse Klaver en Katelijne Buitenweg. Dat is een groot probleem. En die mensen zoals Jesse Klaver en Katelijne Buitenweg, die vreten zelf uit de ruif. En ze zorgen ervoor dat die bakken met geld wegstromen naar de NATO. Iets waar we helemaal niks aan hebben. En naar de Verenigde Naties, waar we helemaal niks aan hebben. En naar de Europese Unie, waar we alleen maar last van hebben. Snap je? En gaan die mensen het over 10 jaar voor minder geld doen? Nee, natuurlijk niet, sukkel. Een ambtenaar van de Europese Unie kostte anno 2017 345.000 euro per ambtenaar per jaar. Kosten voor ons. Om 1 ambtenaar aan het werk te kunnen houden, dat kost ons 345.000 euro per jaar. Wat denk je dat het bedrag momenteel is?
280.000 euro omdat ze efficiënter zijn gaan werken? Nee, natuurlijk niet. Dat is denk ik 10% gestegen. Dus momenteel zit je op 380.000 euro per ambtenaar per jaar. Ik heb de cijfers nog niet gezien. Want ze liggen een beetje achter in het verwerken van de boekhoudinggegevens bij de Europese Unie. Ja, ze hebben het ook zo druk. Anyway, dit ging allemaal over het boerenprotest. Ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen het helemaal gehad hebben met de Nederlander. En dat ze uitermate verbaasd zijn en verbolgen zijn over zoveel, hoe moet je dat zeggen, ondankbaarheid voor de enige bevolkingsgroep van Nederland die zorgt voor voedsel. Ondankbare honden zijn wij. En ik hoop dat die acties beter lukken dan dat ze zelf verwacht hadden. Wat zal het opleveren? Ik weet het niet hoor. Zal het helpen? Ik vraag het me af. Maar wil ik dat met de kerst dat er niemand in de supermarkt nog maar wat kan kopen? Ja, heel erg graag. Ik wil dat we ons helemaal kapot gaan schrikken. En dat die boeren voortaan alleen maar hoeven te dreigen. En als je dan nog een onzinmaatregel komt over stikstofoxide, wat onze schuld helemaal niet is, dan doen we het weer. Want wat wij konden toen met kerst, jongen, dat kunnen we elke week. Dan heb je elk weekend lege schappen in de supermarkt. Want hou er goed rekening mee, door dat just-in-time delivering system wat we nu hebben, JIT, hè dat, wat jij in de supermarkt ziet liggen, dat is de voorraad voor 2 dagen. Dus een supermarkt heeft in de regel niet een heel groot magazijn erachter. Nee, elke dag moeten de vrachtauto's naar de supermarkt komen om de boel bij te vullen. Dus als die vrachtauto's niet komen naar de supermarkt, dan is de supermarkt in 2 dagen helemaal leeg. Ja, dus als die boeren kwaad willen, jongen. En als de Albert Heijn helemaal leeg is, dan is de Spar ook helemaal leeg. En de Plus ook helemaal leeg. En de Lidl ook. En de Aldi ook. En de Co-op ook. En de Plus ook, heb ik die ook gezegd. Dan is allemaal leeg. Dus een paar dagen lang de snelwegen blokkeren, dat doen die boeren zo. Dan hebben we mooi niks meer te eten. En dan kunnen de boeren mooi zeggen, maar nou, dat weet ik niet hoe dat is. Als de boeren daar niet meer doen, hè. Dan weet ik niet wat dat is, als je honger hebt, hè. Dat is toch totaal terecht, man. Nou maar hopen dat het zover komt. Dat wij Nederlanders gaan beseffen dat wij wat dankbaarder mogen zijn aan die bevolkingsgroep. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie, tjus. En dag lieverds.